dagboek schreef ze Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand. Een 13-jarig meisje in een achterpand. Een tafel en een ledikant. Het achterhuis was stil van Anne Frank. De dagen duurden maandenlang. De foto's van wat filmsterren op het behang. Een traan over haar bleke wang. Ze was bang. Lieve Kitty, zeg me waarom wij. Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Ze zat er vaak versteend van angst. Weer kwamen er soldaten langs. Het geluid van zware stappen kreeg een hardere klank. Maar stierf toen ook weer weg, goddank. Voor hoe lang? Lieve Kitty, zeg me waarom wij. Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Na 25 maanden vol van angst. Die grüne Polizei. Ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind. Bedankt, Anne Frank. Lieve Kitty, zeg me waarom wij. Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? We weten allemaal hoe dat is afgelopen. En hoe die dappere Anne heeft staan bloeien achter de geblindeerde ramen van het achterhuis. Dat is vandaag 75 jaar geleden. En of we er iets van hebben geleerd? De stroom van mensen die vandaag op de vlucht zijn voor angst, honger en terreur is er nog steeds. Andere gezichten. Maar de vraag om hulp is precies dezelfde.